De Mol Recap. Aflevering 4. Het was gedaan met de hele dag niks, toen Anke zei... Oh nee, we gaan fietsen. Sven die zat met de huis wel en de vrouwen hingen... We los met de mossel in het zeemvel. Yes. Ze moesten van Gilles... Een bergrit rijden. En oververhitting was te vermijden. Deze coureur was... Echt al goed. En riep heel beheerst... Kom aan, Manu! Ik kom, ja. Maar het zal nog een tijdje duren. En dan hier een kasseihouden boven een touwtje. Oema riep... Doe het voor een vrouwtje. Dit is een velo met een accu en zijn armen begeven het nu. Oh, sorry. Miljardentje. Daarna moesten ze repeteren voor een show met veel pluimen en veren. De moves waren omvangrijk en dat trekken was niet makkelijk. Difficile. De heren moesten hier concluderen dat ze zich intensief moesten scheren. Bijna klaar voor een drag queen show, maar eerst nog maquilleren. Like a rainbow. En doe dan nu je oren maar toe voor de vocabulaire van Manu. Boobs, seks, fuck, boobs, pussy en boobs. De dragshow was een schot in de roos. De dansbewegingen virtuoos. En toen zei Gilles... Vinden ik best sprakeloos? Ze verdienden daar een heel mooi centje. Echt een bucketlist momentje. Maar wat ze toen nog niet wisten, is dat ze 's morgens Philippe misten. Die was gewoon weg. Alles weg. Koffers weg. En daarna kwam een historisch moment. Want Philippe maakte toen eigenlijk het volgende bekend. Ik ben eigenlijk de mol. Iedereen besefte direct, die beslissing verdient respect en een knuffel. Van kop tot teen. Maar er was nu wel een klein probleem. Er is geen mol meer. Gilles voelde iedereen aan de tand en vroeg... Valt hij soms door de mand? Er stond op hem echt geen rem en hij vroeg dit met zijn zwoele stem. Jij bent een mysterie, Sven. Zeker. Iedereen liep cool door de gang. Gilles zat in zijn bureau en lang. Hij dacht na zonder verpinken. Vraag maar waaraan hij hier zat te denken. Pussy en boobs. Dat was dus de vierde De Mol. Met veel kippenvel. En denk eraan vrouwen, als je nog eens gaat koersen, dan... We los met de mossel in het zeemvel. Wat een aflevering, hè? Miljardentje. Ik ben sprakeloos. Oh. En om dat te vieren, dat zo'n historische aflevering was... Incredibel. ...hebben we natuurlijk weer... T-shirts laten maken. Los met de mossel in het zeemvel. Zit jij soms een keer los met de mossel in het zeemvel? Ik ben sprakeloos. Yes. Voilà, dus voor alle mensen die er een keer piek fijn willen uitzien... Van kop tot teen. ...dan is deze t-shirt echt iets voor u. Miljardentje. Wat moeten de mensen doen om deze fantastische t-shirt te winnen? Abonneren. Goed. De video liken. Hopla. En in de comments een lieve boodschap of een steunbetuiging achterlaten voor Philippe. Super. Nana, nog één vraagje. Valt jij soms door de mand? Altijd. Ik dacht dat ik zei, ik ben sprakeloos. Miljardentje.